Hey, goedemorgen allemaal, welkom weer op de gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve de Remus. Jawel, vandaag is ook een speciale vlog. Jawel, want we gaan ook weer iets speciaals doen in de namiddag. Maar eerst start ik hier met een lekkere tasje koffie. Al en met een livestream. Kijk maar, voilà. Gisteravond was het ook nog wel ook een hele leuke livestream geweest. Dus dankjewel voor de kijkers die er ook dan aanwezig waren. Maar nu ga ik in Premiere wedstrijden spelen als morgens vroeg. Eens kijken hoe ver dat ik al kom, zo morgens vroeg. Goed, allez. Zal ik tegen mijn eigen te praten. Jezus Maria Jozef. Nee, ik zeg ja, ik ben die weer vergeten. Ik ga die zelfs wel meepakken. Ja, doen we open. Voilà, ja, ik moet dus ouderwets hebben in een auto. Tijd dat ik nog iets hoorde. Van sleutels, was dat van haar? Had jij met de sleutels aan het ritsen? Ja. Maar uw sleutels. Ik hoorde een geluid. En dat geluid was van BH sleutels. En ik maar rond aan het kijken. What the hell? Ik hoor ze nu eens lachen. Oei, jullie hebben ook iets vies op je... Just niet op de lens. Ja. Oh, Jezus Maria, ik ben even... Is dat shock of? Nee, iets anders. Ik weet niet wat het is. Ja, we gaan dus nu even naar Decathlon. Ballparkje kopen. Yay! Je kunt niet kopen. Mijn papa kan ik niet aandoen met mijn rug, dan moet ik me bukken. Bij een bikini moet ik me niet bukken. Oké, ja, ik ken daar het verschil niet van. Ik heb het net nog uitgelegd. Ik weet het. Maar dan toch natuurlijk nog de verstrooiing. En mijn lichten, mijn pinken zijn ook gemaakt. Dus mijn stoplicht is gemaakt, mijn achteruit licht is gemaakt, mijn pinken zijn gemaakt, noem maar op. Dus mijn notteke is... Voor 80% terug in orde. Top, hè? Ja, de deuken, hè? De deuken, ja, die kregen we er nog niet uit. Er moet nog een expert misschien komen. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, hier in het Decathlon aangekomen. Heb ik hier leuke velbesjes zien staan. Dit hier. Deze hier. Deze komen 100 euro, dus even voor sparen. En dan kan ik opnieuw naar landparties gaan samen met mijn schatje. En dan kan ook de lucht er niet meer uitvallen. 100 euro exact om precies te zijn kost het. En nu ga ik naar mijn schatje toe, want die ging een bikini of een papak kopen. Allee, tot straks allemaal. Jojo. Voor het toch wel wat goedkoop te houden om gaan te zwemmen, want wij vertrekken pas om 3 uur. Ga ik hier nog een stokbroodje, wat sandwiches kopen en krab sla voor mijn schatje. Dus daar heb ik het allemaal voor over. Hè. Dat is ja, goed. Dus op weg naar de krab sla en de stokbrood. Zo, ik heb hier de krab salade en de 2 broodjes voor mijn allerliefste schat van de wereld. Jawel. Maar het is deze keer wel redelijk snel gegaan. Hier in de Carrefour Hasselt. Dus. Dan nu op naar mijn thuis toe. Misschien. Dat er dan nog een livestream in aanzet te komen. Dan kan je wel al één ding zeggen. Ik heb een hele korte nacht achter de rug. Ja, ik ben moe. Ik ben echt moe. En mijn boeleken heeft ook al aan BH kant gezelschap gekregen. Woehoe! Allee, ik zie jullie allemaal straks weer terug. Yo, yo, yo. Ja. Voilà, we zijn terug thuis. En dan... Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ja. Mijn sleutel blijft eraan hangen. I take the easy way.
Nee, I take the hard way. Die trappen zijn voor mij een hel, 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 hel. Waarom vind je dat zo overal als je iets gaat doen, hè? Huh? Met de trappen. Als je in het zwembad gaat en je gaat klein bent, dan moet je het ook gaan doen. Jezus. Oh, voilà. Ze is binnen. En ik nog buiten. Nu binnen. Schat, ik geef al het. Ja. Dit moet samen de. Oké, en ik leg dat hier op tafel, hè? Voilà, ze haar krabsalade en Roosje liggen hier op tafel. De shampoos, die. Ga ik hier in dat zakje doen. Stel dat ze toch eens op moesten uitlopen. Nu ben ik aan het kijken hoe we dat gaan doen. Eén shampoo. En twee shampoo. Voilà, ze. Dan kunnen we straks daar ook nog bij. Ik weet niet wat ik heb, hè, nu in één keer. Maar ik ben dood. Ik ben op. Mensen, mensen, mensen. Ze blijven niet maar echt in de bocht parkeren. Dan zal ik ook eens reclameren. Nee. Oh. Wat kan een mens toch afzien? Een mens kan toch lekker afzien, hè, mensen? Ja. Dan ga ik eens even kijken. Ah ja, ik ging nog even hier zien. Jammer is hem niet. Even op Juicy had hij gereageerd. Ik heb net een bolwagen gezien met kapot voorkant. Was rode wagen, at Psycho TV. En dan heb ik daarop gereageerd. Jammer, het is hem niet. Heb ik wel een pauze gemaakt? Ah ja, good morning. Ik weet wat ik ben vergeten. Oei, oei, oei. Wat heb je vergeten? Oké. Dus ik ga jullie laten. Tot straks dus allemaal. Dan kom ik wel te weten wat er is vergeten. Later. Yo, yo, yo. Ik ben terug aan het komen. Maar nog niet de winnaar. Nog altijd de loser. Want Bea staat nu nog maar één rondje. Nog één rondje voor. En als ik haar ooit nog een schimmelkip gaan spelen, dan hap, ga ik gelijk spelen. Ga ik gelijk spelen. Dan zijn er geen big losers meer. Ondertussen tijd, als ik zo naar buiten kijk, ziet het er eigenlijk niet goed uit. Wat? Waarom zo wolfskes? Waarom kijk ik nooit naar het weerbericht? Kunnen we nu wel gaan zwemmen dan? Ja, we kunnen gaan zwemmen. Ik was al aan het horen, want ik dacht dat ik hier rommel hoorde. Ja, dat hoorde ik ook. Ah nee, het zijn de kikkers die weer al aan het vossen zijn. Ik ben nu zo aan het kijken, aan het luisteren naar buiten toe, maar ik hoor totaal niks, ik zie totaal geen flitsen. Dus dat is allemaal een goed teken. Wat zeggen ze eigenlijk? Dus ja, de vlog komt dus vandaag zaterdag, hè? Zondag online. Zondag om 7 uur. Dus alleen zondagavond kan ik jullie nog wel iets zeggen. Eens even kijken. Holy shit, hier zit de bliksem. En in Antwerpen zit de bliksem. En dat is richting Hasselt aan het gaan, dus dat is niet goed. Eens even kijken. Naar waar dat het naartoe trekt.
We gaan niet gespaard blijven. Maar nergens geen bliksemschichten meer, dat is goed. Nee, nergens geen bliksemschichten meer. Dat is heel goed. Dus, ik kan jullie sowieso zeggen van... Ja. Dus even kijken, hè. Voor jullie. Ik kan alleen maar voor Alke doen. Oké. Zondag, ja, om 7 uur komt dat dan online. Met een vlog. Om 7 uur. Dan is het nog 13% kans op regen. Dus vochtigheid 13%. En dan gaan we een mooie nacht tegemoet. Van een bewolking. En je gaat ook de maan wat zien. Ook om 11 uur 's avonds. Wat gaat dus maandag doen? Maandag gaat het regenen. Vanaf 5 uur 's morgens tot en met 11 uur 's avonds. En de temperatuur gaat dan zijn van 11 graden, om 9 uur 12 graden, om 11 uur 13 graden, om 1 uur 14 graden en om 5 uur het warmste moment 16 graden. En dan gaat het weer omlaag. 5 uur 15, 7 uur 14, 9 uur 's avonds 13. En om 11 uur, zelfs wanneer het ook stopt met regenen, is het dan nog 12 graden. Voilà. Het weerbericht hier bij Psycho TV. Dan zitten we aan dinsdag. Dinsdag gaat het dan overdag 16 graden zijn. En s'avonds en s'nachts 9 graden. Woensdag de 8e. Half bewolking, dus matig zwaar bewolkt. Met 29% neerslagkans. En de temperatuur gaat zijn tussen 18 en 7 graden. Dan zitten we aan donderdag, deels zonnig. Vochtigheid is 2%, 18 graden overdag en 's avonds 8 graden. We gaan dat gewoon een week doen. En dan vrijdag de 10e zitten we weer op deels zonnig, 18 graden en 10 graden 's avonds om gaan te slapen. Zaterdag is het 16 graden, zwaar bewolkt. En dan s'avonds weer al 7 graden. En dan zondag, dus dat is allemaal in Alkenaar moet je denken. Zondag gaat het 17 graden zijn. En overwegend zonnig met 4% vochtigheid. En als we gaan slapen, dan gaat het richting 8 graden zijn. Wauw, 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 wauw. Wauw. Dus dat gaat echt heel leuk zijn. Er trekt onweer over. Maximum temperatuur 16 graden. Maar niet waar wij naartoe gaan, want dat heb ik ook nu allemaal gecheckt. Gedoublecheckt. We zullen wel nat worden. Dat wel. Schat, wij worden wel nat. Wie is dat? Is Myron bevallen? Myron? Van de ganse Psycho TV team. Ik kreeg het hier net door van mijn secretaresse. Bea, dankjewel. Ah wel? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep de piep, hoera! Hiep de piep, hoera! Hiep de piep, hoera! Proficiat Enzo Knol met jouw zoon of dochter? Riven Knel, K-H-E-N. Knol. Hier staat toch. Wacht hè. Enzo Knol, Riven Ken Knol. 1 mei 2024 om 14 uur 57 geboren. 405 grammen. En 53 centimeter groot.
Wacht, hè. Is dat nu een manneke of een vrouwke? Help me. Een jongen. Een jongen. En wel, Enzo Knol. Ik hoop dat het een shotter wordt. Nee, de kip moet zich zelf kiezen waar hij of zij dan ook graag doet. Voilà. Ik ga hier de vlog nog niet beëindigen, maar wel deze fragment beëindigen. Want ik ben weer al heel lang al aan het lullen. We hebben nu ook al het weerbericht gehad. De proficiat aan Enzo Knol is vader geworden. En Myra moeder. Proficiat aan de nieuwe stap in jullie leven. De ouderschap. Schat, daar moeten wij ook nog naartoe werken. Als het ooit eens ergens een ongelukje gebeurt. Oepsie, poepsie dan. Ja. Ben ik er klaar voor vader te worden? Dat wordt nu ook wel gesteld zo achter jullie beeldschermen. Ik wil wel vader worden, maar ben ik er klaar voor? Nee. Financieel niet. Maar ik wil er wel voor zorgen, bijvoorbeeld als er een kind geboren wordt hier tussen ons tweeën, dus tussen mij en Bea. Ja, ik kan hier een kind niet zeggen van, hey, trap het af, hè. Nee, dat kan ik niet. Wij moeten dat gewoon verzorgen. Dus ik als vader en Bea als moeder. Dan, voilà. Je schoenen. Die hadden we toch mee, hè? Die schoenen, die had jij wel mee, ja. Staan die dan op de slaapkamer? Hier. Als het een hond was, BTU. Kijk maar, mensen. Als het een hond was, beet. Ik zag hem niet met de stoel. Ai, 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 ai. Maar ja, mensen, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal s'avonds terug in een nieuw fragment. Ik ga deze bestanden waar hier nu momenteel al op mijn GoPro staat, al even ter afgooien op mijn computer. En hoeveel procent is uw GoPro? Hoeveel procent is mijn GoPro? Eens even kijken. 38%, dus die ga ik ook nog eens even in de lader steken. Wat ik ook ga meenemen is dit, mijn powerbank voor in de wagen. Dus ik kan die ook nog ondertussen tijd. Ik kan die ook ondertussen tijd opladen. Oh. Die is plat dan. Die is toch niet plat, hoop ik, hè? Dan gaan we het eigenlijk eens weten als een plat is, ja of nee. Ik hoop van niet. Van anders zitten we in de diepe shit. Diepe shit. Type shit. Ah, 0%. 0%. Oh, dat betekent dat ik de ganse nacht en dag nog moet gaan laten insteken. En dames en heren, jawel, weer verwelkomen onze eerste procent. Van de 100. Crap. Dat is echt crap. Dus ik ga deze fragment nu beëindigen. Tot later. Zeg, jullie weten ook wel dat een powerbank toch redelijk traag opladen. Maar de mijne, je moet dat maar eens zien. Dat is al eens aan. Dat is al 64% en we zijn nog maar een paar minuten verder. Kijk, het gaat ook al direct terug. We springen naar 65%. En dan even later weer al naar 66%. Kijk, 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 hè. 66. Voilà, ça. Het is toch wel raar, hè, dat zo snel oplaadt. Oeh, Maya! Beter snel, dan traag. Hier kan ik hem toch nog zelfs nog meenemen. Kan ik die toch zelfs nog gaan meenemen. Ik kan wel nog even gewoon nog een kabel halen. Want ik wil ook dat mijn GoPro goed opgeladen is. Oh, lekker. Lekker gegrommel buiten. Lekker gegrommel buiten. Au. Nu moet ik nog
Nu moet ik nog een sticker vinden, voilà. Woehoe! Dat weet ik niet. Woehoe! Kijk dat eens aan, mensen. Kijk dat eens aan! Wanna walken! Zeg, ik zet die toch niet alleen op het gras. Er zijn toch ook nog auto's. Ja, een kabinet, een wagen. Mijn kabinet, opnieuw een wagen. Ah. Zit dat ook lekker niet op mijn grond, hè? Dan kan ik ook zo eens doen. Ja, dat zit op mijn grond. Ja. Het is de grond van de gemeente, hè. Heb ik al door veel bewoners horen zeggen. Ja, ja. Ik kaal nu eens Limburgs. En daar hou ik eens van. Van plat Limburgs te praten. Oh, 81% al. En je weet, ik heb deze fragment nog niet afgesloten, hè mensen? Ik heb echt die fragment nog niet afgesloten. En het is nu al 82. Zie maar. 83. Oh my god, zit er zo snel dat dat gaat. En nu zeker 84. Valasse. Zeg maar eens rap 100%. Dan ben ik heel, heel, heel blij. Zo blij. Zo blij als een vogel. Wat heb ik nu toch in één keer? En wel, hè. Sorry als ik het zeg, schatje. Ik ga eens even een muziekje zingen. Ik ga eens even eentje opzoeken. Dus jij moet dat programma kunnen ook nog opstarten. Eens even kijken, hè. Eens even kijken welke dat we eens kunnen doen. Jump for Joy. Is dat daar een ding? Ja. Oh yeah, come on. En als dus deze clipje wat weg is, dat betekent dat er is een clip omwille van de copyright claim. Here we go! Scream! I'm gonna jump for joy! I love everyone to know! I wanna scream! I wanna jump for joy! I can't let you all, you roll the crow! Jump for joy! Jump for joy! Jump for joy! Jump for joy! Jump, jump. And for joy. Come on, everybody jump, jump. Everybody jump, jump. Jump for joy. Oh yeah, come on! Here we go, here we go, here we go, here we go! I wanna scream, I wanna jump for joy, I wanna everyone to know! I wanna scream, I wanna jump for joy, I can't let you all you roll out! Bunch of joy! Dat kan ik dus niet nazingen, wat dat is. En dan la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 l dat. Shit! Had ik dus niet verwacht dat dat er ook ging in zitten. Eens even kijken, hè. Ja, 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 ik... Huh? Even kijken. Nee. Nee? Die hebben zo geen auto. Die hebben zo geen auto. Dus als er opnieuw ingeknipt wordt, dan weten jullie dat, hè. Milan. Knol, ik wil fietsen. Here we go. Daar gaan we weer. Dus ik kwam er bijna aan. Met mijn Milan Knol kan in een zingen stem. Wacht daar even opnieuw. Opnieuw, opnieuw, opnieuw. Opnieuw, opnieuw. 3, 2, 1. Daar gaan we weer. Dus ik pak maar mijn bijna aan. Milan Knol kan niet zingen, heeft een piepstem. Ik ben Milan en ik heb een piepstem.
Ik heb een fiets met een zadel. Ik draag een zonnebril. Heb er 10, dat moet je wel willen. Ching, pang, pong, king, dat is Chinees. Ding, dong, dat is de bel. Oh, dan komt naar de N in het alfabet. Echt? Ik wil fietsen, 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 ik wil fietsen. Dit is voorband, oh 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 oh. Dit is mijn achterband, oh 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 oh. Dit is mijn voorwiel, oh 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 oh. Dit is mijn achterwiel, oh 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 oh. Oh my god, ik pomp mijn banden op. Dit lied gaat dus over mijn fiets. Kijk naar mijn hand, daar staat niets. Dit lied gaat over verbillen. Naar mijn hand, daar is een bril. Ik fiets graag zonder handen. Kijk naar mijn hand, dat is zonde. Ik trap op mijn fiets. Kijk naar mijn hand, daar staat niets. Ik zing mijn nummer zonder autotune. Ik wil fietsen, 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 ik wil fietsen. Dit is mijn voorband, oh 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 oh. Dit is mijn achterband, oh 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 oh. Dit is mijn voorwiel, oh 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 oh. Dit is mijn achterwiel, oh 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 oh. Oh my god, mijn banden zijn nu leeg. Ik kan niet fietsen, want mijn banden zijn leeg. Wat moet ik nu? Koop dan een auto. Maar met een auto kan ik niet door een steeg. Ik heb geld voor een nieuwe auto. Ik moet gaan werken, maar ik wil dat niet. Achterop mijn auto zet ik mijn fiets. Wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Wil ik nu? Voor een auto? Nou, geen geld, nee. Oh, dat komt naar de N in het alfabet. Auto? Ik wil een auto. Ik wil een auto. Ik wil een auto. Geef mij een auto. Ik wil een auto. Ik wil een auto. Ik wil een auto. Geef mij een auto. Dit is mijn voorband. Oh 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 oh. Dit is mijn achterband. Oh 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 oh. Dit is mijn voorwiel. Oh 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 oh. Dit is mijn achterwiel. Oh 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 oh. Oh my god, ik heb een nieuwe auto. Valassa. Ik hoop op mijn zangtalenten goed zijn aangekomen. Ja. Nu ga ik me wel stilkens af aan beginnen klaar te maken om gaan te... Puntje. Dan moeten jullie wel zien in mijn volgende fragmenten. Tot later. Jojo. Zo, laat het avontuur nu maar beginnen, zeg ik. Alleen nog de deur sluiten en dan nog even wachten op ons vervoer. En dan let's. A broken neighbor is your mind. Oh, all the scars that's leaving behind. We'll light the world up now. Let this fire be your eyes. To the darkness into the night. Broken paper is your mind. Oh, all the scars that's leaving behind. We'll light the world up now. Let this fire be your eyes. To the darkness into the night. Thank you.
Moet ik echt zo te zijn fragment beginnen? Ja, oké. Okay. We zijn hier dus aankomen bij Aquamondo, dus Centerparks Vossenmeren. We kunnen nog niet binnen, pas om 5 uur. Dus we staan hier nog even te wachten vooraleer dat we naar de kleedkamers kunnen gaan, ons omkleden en dan fun beleven. Ik zal zeggen, veel kijkplezier met Aquamondo hier in Centerparks de Vossenmeren. Even van de buitenkant waar ik moet. We gaan de wildwaterbaan doen. Dus gaan we de wildwaterbaan doen buiten. Het is wel friskjes. Oh. Dus we gaan ook laag tegen het water blijven. Allee, salut! Oh. Deze is wel iets minder dan de vorige set de park. Ik vind het al een beetje jammer. Oh. Mama, nu water erin. Lekker! Wow. En dan nu onder water. Ah. Oké, okay, here we go! Wow, wow, wow. Wow. Ah, berg. Oeh. Zeer slecht idee voor de wildwaterbaan. Dat doet voor mijn rug. Oh. Ik ben mijn continu aan het vooruit aan het duwen. Holy shit. Nu gaan we weer al lekker naar onder. Lekker hoor. Lekker hoor. Wee. Lekker hoor. En dan zijn we er nog niet. Wow. Dat is wel een lange. Iets langer dan die van Erpenheden. En dan zitten we hier bij de slotfase. Holy shit. Holy shit, gaat dat goed komen? Wow. Niet verstuiken, hè? Iedereen oké? Okay? Ah. Ja. Tegenstroming is een zalige rotwaterbaan. En wat ook heel mooi is, heb ook zo van die ruiten waar je zo dan naar buiten kunt kijken. Heel zalig. Hier heb je dan ook een zonnebankje en al, waar je u kunt laten oproken. Sauna is hier ook, dacht ik. En de wildwater is ook bezig. Gaan we terug naar mijn schatje. Zo zijn we gekomen aan onze eerste glijbaan. Ja, hier staat nergens Aijewald. Het staat zo wat om het hoekje. Ik kan het wel even niet lezen. Gaan we nu? Dat is waterglijbaan 02, type 3, fabrikant van Achdoem Recreatie of zoiets, recreatieve, bouwjaar 1987, diepte duikzone 1,35 meter, totale lengte 45 meter, tungelgedeelte 9 meter helder en hoogteverschil van 6 meter. Zo zijn. Dat weten jullie dan ook weer al, zal zeggen. Nu gewoon wachten tot het lampje oranje gaat flikkeren. Ja, het is geen groen licht hier. Oranje licht. En here we go! Hey, la 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 la. Wow, 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 wow.
gaan we richting mijn kant komen. Dus weer al wachten tot het oranje licht is. 3, 2, 1, nu. Yes! Hoehoehoei! La 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 la. Oh zo naar buiten toe. Even spreken met vriendinnetje. Ik moet er ook wel aandacht aan geven. Dus niet altijd de kleven aan het doen. Maar ook, ja, ben hier niet alleen, zal ik zo zeggen. Voilà. Dus alle kleibanen zal ik niet kunnen doen. Ik ga de hoogste kleibaan van hier aan één keer doen. Ik hoop dat er een wachttijd van een half uur. Een half uur lang wachten, daar heb ik totaal geen behoefte naar. Ja, ik durf dat. We zijn hier mee bijna staan als ik van die grote glijbaan door dat gegaan. Ja. Nee, ik heb geen begeleiding nodig. Oh ja, aan de vingerwerkloof. Oh yeah. En hoe vind jij het, schat? Ja? Mag ik? Nee, oké. Okay. Ik vraag het altijd mensen als ik het maak, ja of nee. Voilà. Oh yeah. Oh, lekker, lekker. Hallo! Mimi! Wacht, daar staat ook iets op. Ah, om de 10 minuten. Allee, 10 minuten geduld. Hebben. Ik kan hier zo van genieten van deze water. Van de warmte? Ah ja, ik ook. Allee, ik moet eerlijk toegeven, die bubbels hier in de bubbelbad, zijn juist gedaan. Het doet er wel terug aan mijn rug. Waarom springen die altijd uit als ik wil? Ah, we gaan toch nog eens riskeren. Om de monkey splash te doen. Speeltoestel, oké. Gaan we eens lekker eens naar boven toe. Lekker de hoogte op zoeken. Tot nu toe, geen file. En dan hier begint de file. En je kunt niet zien hoeveel keren dat we nog eens rond moeten gaan. Hè. We zijn de belangen nog niet. Allee, tot ziens. We hebben veel kijkers hier op de glijbaan. Even ook nog voor de duidelijkheid. Deze glijbaan doe je maar één keer omwille van dat het heel lang aanschuiven is. Voor deze glijbaan. Ik denk even aan kijken. Ah, daar is de buis. Waarom? Omdat het heel lang aanschrijven is. Dus ik ga alleen maar de frontview doen. Dus ik ga het thuis hierop monteren. En dan zal ik zeggen, geniet maar weer al van het glijden en zeilen. Hé, hey, weer iets nieuws gevonden. Glijden en zeilen. Maar het is hier wel al redelijk hoog. Wat een heel mooi uitzicht hier. Op een monkey. To the funky monkey. Ze zitten daar, hè? Het walkie-talkie gebeuren lukt niet. Yay, weer een paar stapjes verder. En klein beetje vooruit gaan, klein beetje, dan ja, gaan jullie ook het doorzichtige gedeelte waar we ook door moeten glijden zichtbaar. Ja, we kunnen weer een wat vooruit. Woehoe! Voilà, sir.
daar moeten we dus door. Jullie gaan het ook zien. Toch is af en toe is iemand erdoor schuift. En daar zijn we dus voor aan het aanschuiven. Hossa, weer alleen het erdoor. Woehoe! Ah, de monkey. Hey monkey. Waarom zit je aan de verkeerde... Je zit wel aan de verkeerde kant, hè. Waarom de rug naar ons toe keren? Allee, kom nog eens eentje. Ja, die da 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 da. Ja, die da 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 da. Voilà, staat de volgende. Dan ga je zo naar die koepel toe, wat je ginder ziet. Dat is een bol. En dat gaat punten. Ik zal zeggen, veel. Heel kijk. Hell yeah! Geniet er maar van de De glijbaan nog een keer dubbel waterbandje doen. Om gewoon naar binnen te gaan. Plus is het aan het regenen. Maar ja, we worden toch maar gewoon nat. Holy shit, man. Oh my. Amai. Oh. Mijn polsen doet nog redelijk veel pijn. Ook mijn rug. Maar ja, maakt niet uit. Allee, here we go again. Oh. Oh. Ik zat hier tegen die muur aan. Ik zie nog iemand voorbij. Maar is dat niet de hevigste wildwaterbaan die je hier in Vlaanderen hebt? Daarvoor moet je helemaal naar Hengeloef gaan. Maar hier in Zetterpuis is redelijk wel lang. Woe! En hier ga ik gewoon rijden. Voilà. Zo wat de kleibaantjes te doen en al en de wildwaterbaan, dan gaan we zo eens even richting iets eten. Dan gaan we zo eens even kijken hoe het hier smaakt. Dus dan weten jullie dat. Allee, tot ziens allemaal. Kerst dus de vissen zwemmen. Maar ik ga sowieso nog één ding iets doen. Dit ga ik afgeven, want ik krijg het niet op mijn polsen meer gebonden. Dan zal wel mijn schattekene het wel even wel bijhouden. En ik weet dat ze hier ergens zitten. Voilà, ze. Oké, daarbij? Oké, die bij? Oké. Ah, dat is maken. Allee, ik ga nog eens een paar glijbanen voor jullie testen. Maar eerst de visjes. Dat wil ik nog wel nog gaan doen. De vissen. Als het mag nog. Ik weet niet. Ah, het is closed. Hm.
gestoten. Dat is heel raar. Dan ben ik nu op zoek naar de glijbanen. Dus de visjes gaan niet door. Kleine visjes, grote visjes. Ja, ja, ja. Allemaal in het water. Ja, ja, ja. Ik ben nu aan het denken. Waar kan ik nog glijbanen zien vastkrijgen? Just kinder. Dat is wel altijd een serieuze wandeltochtje naar de glijbaan naartoe. Ik ben nu al 2 minuten aan het wandelen. En dan hierboven staan we. Dus we gaan nu de tunnel in. En wat voor tunnel is dit? Dit zijn warmtemuren. Voilà. En we gaan niet naar de middenste, maar wel naar de steilste glijbaan. Van hier van Center Parks Vossenmeren. Oppassen voor die boom achter mij. Want ik hoef geen tok tussen op mijn hoofd te hebben. Ja, oké. Okay. Ja, dan heb je hier ook nog een sporthal, zie ik. We zijn dan aan het sporten. Heel leuk. Dan gaan we eens de dijk vol opzetten. En dan zal ik zeker zebiet. Go, go, go. En nu, dus via die glijbaan kunnen we dan zo door eigenlijk zwemmen. Maar het is wel fris water. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik ben ermee gewoon. Oh. Op staat erin. Heerlijk. Jullie zagen alleen maar in een bubbel. Wauw. Ja. Wauw, wat knap. Dus hier gaan we nu de stroombestelling in. En dan. Alweer gehad. Dan moeten we nu nog 1 glijbaan doen. En dan zit het dagje Center Parks er weer al op. Juist achter de touw kom ik terug omhoog. De glijbaan die ik nu ga nemen, die ga ik wel gewoon 2 keren doen. Zowel een frontseat als een backseat. En ja, dan zal het vissen in Center Park Vossenmeren voor een andere keer zijn. Dus nu zijn er bijna geen 400 meer. Dit is waterglijbaan 01 type 3.
fabrikant van Echtdom Recreatie, bouwjaar 2000, type EN 1069-3986, diepte duikzone 1,35 meter, totale lengte 86 meter, tunnellengte 15 meter met lichteffect, gaan we ook tussen bezien, twee keer. En dan hoogteverschil 9 meter. Oh, ik zal zeggen, veel genieten. Veel kijkplezier met de kleebaan, eigenlijk 0-1. Dus ik wil dat wel eens eigenlijk eens een naam hebben gegeven. Vond ik veel plezanter. Het is een tip naar Center Parks toe, hè. Dus geef uw kleebaan een mooie naam. Hoppa, kop. Deze gaat echt heel langzaam. Wat is het lichteffect? Waar is die lichteffect? Hier is het echt donker. Met geen lichteffect. Heel lichtjes, jammer. Ik moest het terug herstellen. En ik probeer. Er zijn ook wel heel erg mensen. Ik ga toch nog iets langer wachten op die kou. Want ze zaten eigenlijk volledig zo erin in plaats van zo erin. Kinderen, hè. Dus nu ben ik even aan het wachten. Hoppa. Hopelijk zit hier ergens een sensor. Ja, ik zie het hier. Die sensor zit hier zo ergens. Voilà. En nu heb ik die even op die sensor geklikt, nu staat dat dus op rood. Nu ben ik aan het wachten tot dat op go staat. Ik zal zeggen, veel kijkplezier. En ik ga jullie ook laten zien waar normaal gezien ook de lichteffecten zijn, die er momenteel niet zijn. En de go wordt dus gezegd. En ik heb al echt heel langzaam. Ik ga echt heel langzaam. En hier is eigenlijk die lichteffect. Maar nergens hier geen lichteffect te zien. Wel jammer. En dan de drop. Zalig. Wow. Aha. Wat was dat? En dan als afsluiter trekken we zo. We gaan kijken waar dat kan opkomen. Nee, ergens niet. Ah ja, hier. Dat gaan we dus dan niet doen. Dus ik ga hier ook de vlog afsluiten hier in Center Parks Vossemeren. Jammer genoeg, we hebben deze gedeelte Leven in de Zee niet kunnen filmen, wat ik wel heel jammer vind. Want dan wou ik jullie ook nog wel meegeven in mijn vlog. Maar door het eten is het te laat geworden. Voilà. En nu hun nog zoeken. En dan is het terug richting Hasselt Alken. Jawel. Voilà. Zo mensen. Het zwembad zit erop. Ik ben blij. Ik ben heel blij dat ik ook nog eens een goede duik heb kunnen nemen. En kijk eens hier wat hier ook zit rond te dwalen. Jawel, hele mooie flamingo's. Wel verboden te voederen. En dan gaan ze naar de verkeerde uitgang. Naar de verkeerde? Ja. Dus daar de uitgang. En dan heb je hier ook nog heel mooie vissen van die karpers. Wauw. En daar ook nog. En dan heb je daar ook nog papegaaien die los hier gewoon vliegen. Kijk maar, daar zit het er eentje. Een rode en een groene. Voilà. Goed dat jullie ze hebben gezien.
En nu gaan we richting de uitgang, richting Hassel terug. Hopelijk. Allee, tot straks allemaal. Goed dat jullie wel van de zwemvlog hebben genoten. Waar we de volgende keer gaan zwemmen, staat nog niet vast. Dus goed, terug nog eens in Hengelo. Of ergens anders. Nog ergens in een waterpark. Allee, tot later allemaal. Jojo, mijn batterij begint plat te gaan. Jojo. Zo mensen, ik ben terug thuis aangekomen. Geef ik de sleutel aan mijn schatteke. Ah, oké, okay, ik zal. Eerst die zak. Ah. Eerst die zak aannemen, oké. Okay. Dan staat er één. Voilà. Ik ga ook de vlog afsluiten. We gaan nog gewoon naar familie kijken. En hier nog alles wat uitstallen van zwemmen. En dan is het. Ja, eerst alles uitstellen van het zwemmen. En dan nog familie. En dan. Ah nee, nog de vlog in elkaar kan steken. Dan. Maakt niet uit. Dat moet nog allemaal gebeuren. Oh, ik weet niet op welke volgorde. Bundert. Voert. Ik bedank om echt naar deze hele lange vlog te kijken. Ik ben blij dat ik heel wat beelden heb kunnen maken. Een shout-out naar de fans hier in Alken die op de foto's zijn gegaan. Ik hoop dat ik ergens die foto ook dan nog kan vastkrijgen. Want dat is altijd leuk. Zo delen met mijn andere fans. Ja, je ziet, ik ben nu alles aan het uitstellen. Niet uitstellen, uitstallen. Mijn. Ah ja, ik zie het. Dat is Mia. Ja. Mijn schuins onderbuurvrouw is ook terug. Waar het nooit of te nooit of te nooit meer goed gaat komen tussen ons. Jammer. Ziet dat eens aan, mannetjes. Wat je toch allemaal nog moet doen. Oho. Deze gaan we ook al op de verwarming leggen. Dan kan dat ook wat uitdrogen. Voilà. En voilà. Ik ga dat een klein beetje in een hoekje vasthangen. Voilà, dan kan dat ook uitdruppen. Dan de volgende handdoek. Halleluja. Die gaan we nog een stoel nemen. Voilà, nog een stoel. Die is ook niet aan het drogen. De volgende handdoek. Die is droog, die is niet gebruikt. Mijn klak van Globachem. Als jullie het goed kunnen zien. Ja, haar medicatie moet ik er ook uithalen. Dat is dan ook al gebeurd. De shampoos die we jammer genoeg niet hebben gebruikt, kinder. De washandjes. Nog een zwembroek, maar die heb ik niet aangehad. Dan nog een washandje. Dan deze handdoek was ik nog aan het zoeken. Ja, dat is mijn laatste handdoek die ik nog moet ophangen. Voilà. Er staat nog iets hierin. Even heel snel kijken. Ja, mijn andere shampoo. Deze hier. Die moet er ook uit. Deze shampoo moet eruit. Ook nog voor mijn haar. Dan is de haarkam van mijn schat moet er ook nog uit. Check. Voilà. Dan heb ik alles nu al eruit gehaald. Nu ga ik mijn computer nog opstarten. De bestanden erop gooien. En dan is het stilkens af aan beginning tijd te worden. Dat
dat we naar familie gaan kijken. Ik hoop dat jullie ook vandaag hebben genoten van de livestreams die er ook weer waren. Dus ik heb vandaag redelijk veel gedaan. Hè. Gelivestreamd, voor jullie een zwemvlog. Dan ook nog voor de zwemvlog heb ik ook nog een groot gedeelte van mijn vlog opgenomen. Ja, wat het dus. Ik heb redelijk wat vandaag gedaan. Dus, Dus ik ga hier afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En de volgende ga ik ook nog doen voor de shoutouts. Is naar Evelien. En naar mijn lieverdoek toe. En ook naar Glen toe. En ook naar Centerparks Vossemeren. Hebben we dan nog iemand? Nee. Dan hebben we echt niemand meer. Oh my god. Inbreken in het slechtste pretpark van België. Oei, oei, oei. Dat moet ik ook wel eens gaan doen, ooit zo van die toeren. Allee. Ik kijk jullie later. Ik zie jullie allemaal later terug. Zoals altijd, als ik met een vlog beëindig, is het altijd via... Yo, 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 yo.